Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 8 februari. Het was een onstuimige nacht. Afgelopen ochtend. Nam de wind geleidelijk aan wat af. Maar nu is de wind weer aan het toenemen. En vanmiddag, rond een uur of half twee, was de wind alweer hard tot stormachtig langs de kust. Maar ook boven land werden hoge windsnelheden gemeten. Hier zien we bijvoorbeeld boven Brabant ook windsnelheden van Windkracht 7. En dat is gewoon een harde wind. Maar ook rond het IJsselmeer en in Groningen wordt er af en toe Windkracht 7 gemeten. Verder komen er zware windstoten voor, tot zo'n 100 km per uur. En de wind die gaat nog wat toenemen. Uiteindelijk krijgen we aan het eind van de middag, begin van de avond. Ook te maken met zuidwesterstorm. En dat is dan met name langs de Zeeuwse kust en de Zuid-Hollandse kust. Ook in de Noord-Hollandse gebieden daar gaat het natuurlijk wel stevig waaien, maar waarschijnlijk net geen stormkracht. Die windstoten die blijven ook vanavond staan. Pas in de loop van de nacht wordt het allemaal wat rustiger. En niet alleen de wind speelt een belangrijke rol, maar er vallen ook diverse buien. Hier op de satellietfoto van vanmiddag zien we veel buienactiviteit boven het Engelse Kanaal. En die buien die komen ook geleidelijk aan onze kant op en dat betekent dat er ook vanavond nog diverse buien zullen gaan vallen. Vannacht dan wordt het geleidelijk aan wat droger, maar dat is van korte duur, want morgen krijgen we opnieuw te maken met regen. Daar kom ik zo op. Vanavond in ieder geval temperaturen van zo'n 7 graden, er is veel bewolking en er valt van tijd tot tijd regen of er vallen buien. Verder dus veel wind, een krachtige tot harde wind boven land en aan zee een stormachtige wind, mogelijk dus ook een storm langs de Zeeuwse eilanden en de Zuid-Hollandse kust. Dan hebben we het over windkracht 9. Zware windstoten van zo'n 100 km per uur langs de kust, land inwaarts zo'n 70 tot 90 km per uur. In de loop van de nacht gaat de wind geleidelijk aan afnemen en de temperatuur die daalt naar zo'n 4 tot 5 graden. De regen die trekt naar het noordoosten weg en het wordt ook wat droger. Morgen dan krijgen we opnieuw te maken met regen, vooral in het zuiden van het land. In de loop van de ochtend betrekt het daar en gaat het enige tijd regenen. In het noorden van het land blijft het nog lang droog, pas tegen de avond verwacht ik daar wat lichte regen. Daar valt lang niet zoveel als in het zuiden. De wind morgenochtend nog eventjes hard langs de kust, maar die neemt wel geleidelijk aan af en die wordt dan matig tot vrij krachtig en de temperatuur die ligt zo rond de 7 graden. En de dagen na blijft het erg wisselvallig. Morgenavond dan zou er heel lokaal wat natte sneeuw in de Limburgse heuvels kunnen vallen en woensdag overdag met name in de vroege ochtend is dat ook nog mogelijk. Temperaturen liggen tussen de 6 en de 8 graden. Donderdag en vrijdag ook temperaturen zo rond die 7 tot 8 graden. Maar dan wel duidelijk minder wind. Er staat overwegend een matige wind uit westelijke richting. En later wat meer uit zuidelijke richting. Er is af en toe zon, maar de bewolking blijft overheersen. En de dagen erna? Nou, er verandert eigenlijk niet zo heel veel. Temperaturen gaan misschien iets naar beneden in de nachten. En dat zien we dan ook terug. De temperatuur zou zo af en toe eens rond het vriespunt kunnen uit komen en dat betekent hier en daar wat nachtvorst. Dat is dan met name landinwaarts. Verder blijft het aan de wisselvallige kant, maar de wind die doet duidelijk wel een stapje terug. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u een fijne dag.